De 42-jarige Lauren Verster is afgelopen november bevallen van haar derde kindje, Louis. Ze stelde hem gisteravond voor in een reportage van Shownieuws. Dit is Louis Diepeveen, net geboren. Dit is nummer 3. Hij heeft 2 grote zussen, oftewel 3 mama's nu. Ik ben helemaal blij. Waar Marieke Elsinga momenteel een uitdagende kraamtijd beleeft vol jeukplekken, heeft Lauren slechts last van pittige nachten. Ik ben zo gaar als een aap van deze nachten. Nee, het gaat supergoed. Ze kunnen eigenlijk helemaal niks, hè, baby's, en toch zijn ze zo lief. Ze zijn zo lief als ze van jezelf zijn. Lauren zit op een roze wolk. Ik zat gisteren zo in de keuken, ik stond wat te koken en ik keek zo richting de bank en zag Jasper, mijn liefje, zitten van de achterkant en 3 kinderkopjes ernaast. Het is zo'n gevoel van, ik heb jullie, dus wat kan het me allemaal schelen? Ik ben echt happy en trots ook. De geliefde van Lauren wilde niet voor de camera verschijnen. Anouk Smulders legt uit aan de Shownieuwsdesk, hij houdt ontzettend van de camera, maar staat er liever achter, want hij is cameraman. Ik heb een aantal jaar topmodel met hem opgenomen en Lauren kwam ik regelmatig tegen toen ze nog met Jort Kelder was en in Nichtevecht woonde. Ze vervolgt dan liet ik de hond uit en kwam zij hardlopend voorbij. Nu is ze gewoon moeder van 3 kinderen, dus dat is een heel grote verandering. Ze wonen op een woonboot in Amsterdam met een soort Pippi Langkous huishouden. Privébaas Evert Santegoets vindt het vooral opvallend dat Lauren überhaupt voor de camera wil verschijnen. Het zijn bijzondere beelden, want heel veel mensen laten hun kinderen niet meer zien op tv, toch? Anouk, ja, ja, showkenner Bart Ettekoven, daar zijn ze nooit moeilijk over geweest. Ze zijn altijd open en iedereen is altijd heel welkom. Tooske Ragas lijkt zich er ook over te verbazen. Misschien zijn dat ook de hormonen. Als die dan weg hebben, dat ze denkt, ik stop ermee. Anouk, nee, nee, ze is altijd wel zo. Thank you.